zo'n dag 2? Wat moeten jullie nou allemaal voorbereiden? Nou, zorgen dat alle spulletjes die hier zijn. Vandaag zijn we bij de Walnoot en morgen zitten we in Lensheuvel. Dus dan moeten alle spullen weer daar naar Lensheuvel toe. Zorgen dat er eten is voor de mensen. Alle kaarten, alle inschrijfkaarten, alle medailles. Alles wat er echt voor nodig is, zeg maar. Hoeveel inschrijvingen heb je? Helemaal precies kan ik het niet zeggen, maar we zitten rond de 2000. En hoe was dat vorig jaar? Vorig jaar was het ook rond die koers. Gaan ze dadelijk hier het startsein geven. Eerst de 10 kilometer, dan de 5 kilometer. En dan ga ik binnen verder eens helpen wat er nog te helpen is. Onderweg staan de verkeersregelaars overal. En ja, her en daar ook nog een paar die controleren. Dus, vertel mij eens eventjes, jullie staan hier zo heerlijk op te springen. Waarom doen jullie dat? Omdat wij gaan lopen, 4 dagen gaan lopen. En vinden jullie dat leuk? Ja. En waarom is dat zo leuk? Omdat we dadelijk gaan lopen en hebben al een warming-up gehad. En, maar wat is er nou zo leuk aan het lopen? We hoeven niet binnen. Achter de computer, dat is ook heel slecht voor je. Jullie staan hier te wachten. Waar staan jullie nou hier op te wachten? 6:15 vertrekt de 5 kilometer. Oh, ik dacht dat ze al een sein hadden gegeven dat jullie moesten vertrekken. Nee, de 10 gaat om 6:00 en om 6:15 gaat de 5 kilometer. Heb je gezien dat de 10 kilometer de verkeerde richting ging? Nee, dat heb ik niet. Jullie moeten die richting in? Wij moeten die richting in. Ja, ik volg gewoon altijd de rest. Ik heb geen idee waar we naartoe moeten. Wat zouden jullie willen zeggen? Veel succes met de avondvierdaagse. Voor wie is dat bedoeld? Voor iedereen. Ja. Vandaag de tweede dag van de Vierdaagse. Hoe vind je het om hier naartoe te lopen? Leuk. En hoeveel kilometer loop jij? 5. Zullen we even een stukje die kant heen lopen? Dan kunnen ze het ook zien, hè? Want... En welke school zitten jullie? Want, en is het leuk op de Hoogedonken? Ja! Te leuk! Het is de beste school! Iedereen moet op deze school komen om... Dat je hebt leraren en die helpen jou gewoon als je iets niet snapt. Ook bij de toets leggen ze dingen uit. Zijn jullie verdwaald? Nee, wij lopen gewoon lekker heel veel kilometer verder. Vinden wij leuk. Helemaal naar voren rennen. Mee, hè? Een goede training voor de Vierdaagse in Nijmegen dit. En doe je er zelf mee? In Vierdaagse in Nijmegen, ja. Ik ga dit jaar de 100ste lopen, ja. Samen met de hele groep uit Boksel. Nou, dan zie je er nog goed uit voor je leeftijd. Ja, ik kan het zeggen, hè. Ja, houd je jong het lopen, hè. Hey, dat komt zeker omdat je met zingen bezig bent. Veel te druk, ja. Maar wel leuk, natuurlijk. Ja.
U loopt de avondvierdaagse 5 kilometer. Ja, ja, klopt. En hoe gaat die? Ja, gaat goed. Ja? We hebben er zin in. Het gaat hartstikke goed, hè, Danielle? En met hoeveel kinderen loop je hier? Ja, hier, ja, hier een stuk of 8, maar er zijn er 2 van mij. Want dit is natuurlijk wel jong geleerd, oud gedaan, hè? Zeker, absoluut. Ja. Hoe oud is hij? Hij is bijna 10 maanden. En dan al de eerste... Ja. En dan niet meteen de 5, niet meteen de 10 kilometer, maar de 5. Ik wou net zeggen, meteen de 10. Nee, de 5. Ja, daar ben ik bang voor. Daar lopen heel veel mensen. Jij valt op, weet je, hè? Ja? Met je mooie rode schoenen. Ja, zeker. Waarom heb je die aan? Ja, die lopen fijn, denk ik, voor die 5 kilometer. Voor die 5 kilometer? Ja. Dan doet dat de 10, dan heb je er dubbel plezier van. Ja, maar dat gaat niet met mijn dochter. Die is nog te jong voor de 10. Zat die verpesten? Nee, die had ik nog verder. Vroeger werd er nogal eens gezongen door de kinderen en de ouderen. Ja. Ouders en leerkrachten. Ja. Waarom wordt er nou niet meer gezongen? Nou, ik ben een beetje mijn stem kwijt. Nee, ik kan niet zingen. Kun je die anderen helpen? Nou, ik heb wel een Whoopi Goldberg bij, een blonde. Die kan wel heel goed zingen. Nou, dan mag dat een volgende keer. Ja, dat is goed. La la la, de couplet. Ik heb een pot voor mijn vet. Ik heb een potje voor je vet. Op de tafel gezet. Vierde couplet. Op de tafel gezet. Ik heb een potje vet. Al op de tafel gezet. Als de ene die denkt dat de andere iets van hem af pakken bij de sloep gezet worden, dan kwaad. Het is weer mooi dat jullie erbij zijn. Dankjewel. Gisteren ook al, zag ik. Het is wel verschrikkelijk heet voor jullie, hè? Het is wel lekker warm, zeg maar. Maar beter warm dan regen. Het is natuurlijk wel goed insmeren, ook een beetje zonnebrandcrème ingesmeerd. Dus ik hoop dat de lopers dat ook wel hebben gedaan. En ja, wij konden wel onder die boom gaan zitten, maar dan kwam het geluid er niet zo goed uit. Dus dan liever maar pal in de zon en even lekker gewoon 3 kwartier, een uurtje lekker muziek maken voor de lopers. En dan maar hopen dat we niet te rood gaan worden. Past wel goed bij ons shirt natuurlijk, maar dat moeten we niet hebben. Zit je lekker? Ja. En vind je het leuk om mee te gaan zo lekker naar buiten? Ja, ja. En hoeveelste keer doe je al mee? Nou, gewoon de 4e keer. En wat krijgt u nou te drinken? Ja, zoiets. Wat is dat? Een soort limonade, zou ik zeggen. Ja. Maar ik vraag hoe oud u bent. Hoe oud? Hey, Paul Frank, hè? Dan even denken. Ik geloof 92. Je bent met een hele groep hier en dit valt niet onder de categorie jeugd. Van welke groep zijn jullie? Van Molenweide. Van Molenweide. En hoe vind je dat nou om zo met de hele groep mee te gaan? Ja, dat is heel leuk. Ja, dat is heel leuk. Ja. Is het gezellig ook met al die anderen mee te gaan? Ja,
Ja, het is verschillend. Want nou heb ik er twee. Die praten heel veel samen, maar niet met mij. Oh jee toch. Ja. Avond vierdaags van Boksel, de tweede dag. Met de groep van Molenweide, met de oudjes. Hoe is jouw naam? Vishnu Autar. En hoe kom je erbij om als begeleider met deze oudjes mee te gaan? Toevallig, ik werk daar al voor vrijwilligers. En ze hebben mij meegevraagd of ik mee kon lopen. Ja, dus doe ik met plezier. Vind je het leuk om met die oudjes allemaal op stap te gaan? Ja hoor. Wat vind je er zo leuk aan? Nou, ze zijn gezellige mensen. En als je kun je altijd een leuke babbeltje maken en mee kletsen, is hartstikke leuk met hun. Ik kan dus goed thuis blijven, maar dat schiet niet op. Ik ben iemand die voor andere mensen graag helpt. We staan hier bij Hans Kusters, directeur van de Petrusschool. Klopt. En Hans, ik kreeg net van zijn collega's te horen dat hij vandaag voor het laatst meedoet. Bij de controlepost, hè? Bij de controlepost. Ja. Maar ik begrijp dat jij ook voor het laatst meedoet omdat je met pensioen gaat. Maar vertel eens even, hoe kan dat? Ik ga dadelijk stoppen. Na 41 jaar vind ik het mooi geweest. En dan ga ik de tijd anders invullen. En wat ga je anders doen? Ja, dat weet ik nog niet. Eerst eens even lekker relaxen. En dan na een paar maandjes ga ik wel weer kabijtjes doen.